Er volgt een gesprek met de bestuurder. Die meneer maakt geen opnames. Wij gaan even met elkaar praten en dan... Hadoet, mijn naam is Schubmans, de afdeling verkeer. Ja. Heeft u enig idee waarom u langs de kant staat? Nee, want ik heb de hele tijd dat busje bij me. Ja. En die vrachtwagen die de hele tijd aan het passeren is. Ja. En die flink te hard rijdt. En dat mag van jullie, want jullie laten hem rustig doorrijden. Ja. Denk erom hoor. Geen camera. Meneer, ik ben even met u aan het praten. Geen camera, ik ben u niets verplicht. Nee, maar ik ben even verplicht om met mij aan te praten. Nee, maar u gaat niet zo staan dat die meneer met die camera u moet even hier blijven. U moet even... Nee, jawel. U blijft van mij af, want u heeft geen reden om aan mij te... Jawel, u blijft nu staan, anders zet ik wel aan u. Ik wil vriendelijk met u praten, want u doet uw werk. Ja. En u heeft reden om me aan te houden. Maar we gaan dit niet doen om die meneer aan een filmpje te helpen. Dat is heel wat anders. Goed, het verhaal is zo. U houdt te weinig afstand. Nou, kom nou. Op wie heb ik te weinig afstand gehouden? Tot die meneer met die aanhangwagen. Nou, helemaal niet. Die meneer rijdt met die vrachtwagen, dat vind ik nou aardig. Die rijdt 120. Die rijdt maar in 120. Die rijdt geen 80, beste brave borst. Dus omhoog rijdt... in 120, brave borst. Ik heb een brave borst op mijn 122 staan op de cruise control. Ja, maar ja. En ik kan die meneer zo bijhouden. U komt en die vrachtwagen die rijdt bijna 100 de hele tijd. En daar doe je niks mee. Die aanhanger is gevaarlijker met 120... als dat jullie vinden dat ik 3 of 2 of 1 meter te dichtbij zat. De vrachtwagen gaat naar rechts. U gaat mee, naar rechts. U zit er eerst achter. Vervolgens haalt u hem in en dan snijdt u hem ook nog bijna. Ik snij hem helemaal niet bijna. En als hij gewoon... Want hij gaat gas geven. En hij heeft... Als je nou praat over bumperkleven... Dat vind ik dan wel aardig. Want hij de hele tijd bij mij zit te bumperkleven. Tot hier en toe. Ja. Tot hier en toe. En waar is hij? Hij is weg. Ik vind dit... Nou, dan gaan we. Wat wil je nu? Want als we gaan schrijven... En u gaat in beroep? Ja, zeker.